Welkom bij de sessie Imagery, alle soorten en maten. In deze sessie gaan we u vertellen over hoe u ArcGIS kunt inzetten om allerlei typen imagery te gebruiken en daar voordeel uit te halen. Mijn naam is Willem-Jan Vierbergen, ik ben Product Consultant bij Esri en ik heb de afgelopen ongeveer anderhalf jaar me steeds meer verdiept ook in de imagery kant in ArcGIS. En ik ben me daarbij steeds positief blijven verbazen in de mogelijkheden daarvan. Ik geef deze presentatie samen met mijn collega Egbert. Ja, goeiedag. Ik ben Egbert Moerland en ik werk als technisch consultant bij Esri. En in mijn rol kom ik ook steeds vaker in projecten terecht waar er met rasterdata wordt gewerkt. Nou, ik vind dat heel gaaf, een van de leukste dingen om te doen binnen het werken met GIS. En vandaag gaan we een aantal aspecten laten zien over het werken met rasterdata. Willem-Jan. Ja, inderdaad. En dat gaan we doen aan de hand van de agenda die u nu voor u ziet. Allereerst zal ik u meenemen in een wat algemene introductie over imagery in ArcGIS. En ook al een beetje ingaan op al die verschillende soorten en maten daarin. Vervolgens gaat Egbert ons meenemen in Mosaic datasets. En ook in het nieuwe aankomende product ArcGIS Image voor ArcGIS Online. Vervolgens pak ik het weer verder op. Op gebied van drone mapping en oriented imagery. We starten dus met imagery in ArcGIS. Nou, we kunnen bij imagery in ArcGIS kunnen we 5 hoofdcomponenten ontdekken. En die ziet u hier weergegeven. Ik begin even onderaan bij content. Dat kan allerlei content zijn die vrij beschikbaar is voor u, bijvoorbeeld in de Living Atlas. Denk bijvoorbeeld, als we aan Nederlandse data denken, dan denk ik al gauw aan bijvoorbeeld het actueel hoogtebestand Nederland. Maar ook bijvoorbeeld allerlei soorten luchtfoto's die we tot onze beschikking hebben. Maar het kan ook best zijn dat u misschien een drone heeft en zelf imagery inwint. Of dat wellicht gewoon met smartphones doet. Dat is ook content. Nou, al die content die moet ergens beheerd worden. En dan gaan we naar beheer toe. Dat beheeronderdeel, dat bepaalt eigenlijk verschillende dingen. Dat bepaalt waar sla ik mijn imagery op, maar ook op welke manier doe ik dat. Als we dan aan de linkerkant kijken, dan zien we kaartproductie. En kaartproductie houdt in dat we van verschillende input rasters een nieuw product maken. Nou, dat is vooral voor onze drone imagery. Is dat zeer van toepassing, omdat we dan niet alleen 2D, maar daar ook 3D producten uit kunnen maken. Nou, aan de bovenkant zien we analyse. Nou, daar gaat Egbert ons straks wat zaken van laten zien. Maar mocht u daar nou enthousiast over worden, we hebben ook een aparte sessie, GeoAI Spatial Data Science in ArcGIS, die hier nog dieper op ingaat. En ook meer op gebied van deep learning, machine learning en dat soort zaken. Daar hebben we in deze sessie helaas geen tijd voor, maar mocht u daar geïnteresseerd zijn, dan wordt die sessie door ons zeker aanbevolen. Waar we het wel ook zeker over gaan hebben in deze sessie is de visualisatie en het gebruik van imagery. Van wat krijgt de eindgebruiker, op welke manier kan die dat en wat kan die eindgebruiker dan allemaal doen met de data. Nou, als we kijken naar alle soorten en maten van imagery in ArcGIS, dan kunnen we daar ook weer verschillende zaken in onderscheiden. Enerzijds is het zo dat we in ArcGIS enorm veel formaten ondersteunen. Dus daardoor maakt het eigenlijk niet zoveel uit in welk proces u imagery gebruikt en uit welke bron het komt. Dat we eigenlijk ieder formaat wel ondersteunen. De tweede is de manier van inwinnen. Die manier van inwinnen, dat kan zijn met een satelliet bijvoorbeeld, of met een drone, of vanaf de grond. Nou, en die manier van inwinnen, die is wel zeer bepalend voor op welke manier we de data vervolgens gaan ontsluiten in ArcGIS. Nou, of we dat nou met een satelliet inwinnen, die data, of met een vliegtuig of met een drone, dat kan ook weer met verschillende soorten camera's en sensoren. De meest bekende is de RGB-foto, dus de kleurenfoto. Maar het kan ook best zijn dat we zo'n kleurenfoto, dat een 360-foto is, helemaal rondom. Of dat een video is. Nou, en daarnaast is het ook nog mogelijk om direct bijvoorbeeld puntenwolk met LiDAR in te winnen. Of bijvoorbeeld multispectrale banden te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan infrarode banden om vegetatieanalyse te kunnen doen. Nou, omdat die
die tweede, die manier van inwinnen, zo bepalend is voor de manier waarop we het ontsluiten in ArcGIS, heb ik die nog even wat meer gedetailleerd op een rijtje gezet. Van wat voor typen zijn daar nou allemaal? En als we dan aan de linkerkant kijken, dan zien we dat het mogelijk is om gewoon rond te lopen en een foto te maken. Met misschien wel een smartphone of misschien wel met geavanceerdere apparatuur. Maar dat is gewoon mogelijk om die beelden ook te gebruiken in ArcGIS. En als tweede voorbeeld zien we ook een voorbeeld op de grond. Namelijk vanuit een auto die bijvoorbeeld een 360 foto kan maken. Als we dan in het midden kijken, dan zien we de drone. En de drone kan op verschillende manieren imagery inwinnen. Dat kan recht naar beneden, dat noemen we nadir. Maar het kan ook zijn dat je dat onder een hoek imagery inwint. Nou, nu kan dat een kleine hoek zijn, waarbij de horizon nog niet zichtbaar is. Dan noemen we dat laag obliek. En het kan ook een grote hoek zijn, waarbij de horizon wel zichtbaar is. Dat noemen we hoog obliek. En die twee maken wel uit en daar zullen we straks ook nog even op terugkomen. Nou, als we dan verder naar rechts kijken, dan zien we dat we ook vanuit helikopter en vliegtuig ook beelden, al dan niet onder een hoek, kunnen inwinnen. En dat we ook allerlei satellietdata tot onze beschikking hebben. Nou, deze verschillende manieren van inwinnen resulteren in verschillende opties die we hebben om dat te ontsluiten in ArcGIS. En ik begin bij die onderste, bij drone mapping. Hier komt dat verschil tussen laag en hoog obliek al aan bod, omdat we in drone mapping laag obliek en nadir beelden kunnen gebruiken en hoog obliek beelden niet. Bij drone mapping kunnen we niet alleen 2D, maar dus ook 3D producten maken door gebruik te maken van overlap tussen verschillende beelden. Als we dan één stapje hoger kijken, dan zien we oriented imagery. En oriented imagery zorgt er eigenlijk voor dat je iedere imagery die onder een hoek is ingewonnen, dat je daar iets mee kunt. Dat je de relatie kunt leggen tussen de foto en de kaart. En locaties op die foto, welke locatie dat is op de kaart. En we zien ook dat aan de linkerkant, dus voor als je rondloopt met je smartphone bijvoorbeeld, dat dat ook de enige manier is om de data te ontsluiten. En kijken we dan helemaal aan de bovenkant, bij de Mosaic dataset, dan zien we dat dat is meer de traditionele manier van het opslaan van rasterdata. En ook daar kunnen we allerlei data opslaan dus. Het is niet mogelijk ook om hoog obliek beelden, maar wel laag obliek beelden daarin op te slaan. En hierbij is de overlap ook niet vereist, zoals dat bij drone mapping wel het geval is. Over die Mosaic dataset gaat Egbert ons nu meer vertellen. Ja, Willem-Jan, dankjewel. Ik wilde inderdaad iets langer stilstaan bij de Mosaic dataset. Willem-Jan heeft laten zien dat er verschillende manieren van inwinnen zijn. En afhankelijk van wat voor type rasterdata je opgeslagen hebt of binnengehaald hebt, bepaal je waar je dat dan gaat managen. De Mosaic dataset is het dataformaat waarin je je rasterdata eigenlijk als een dynamische mozaïek kan gaan controleren en managen en categoriseren. De Mosaic dataset is een item wat zit in de geodatabase, de file geodatabase of de enterprise geodatabase. En wordt eigenlijk gestuurd door een tabel, de footprints table. En door die footprints table ben je in staat om de individuele raster items ook nog te gaan verkennen. Bijvoorbeeld door attributen toe te voegen waarin bepaalde waarden zijn opgeslagen. Zoals een cloud cover of een acquisitiedatum of iets soortgelijks. Nou, heb je dus je Mosaic dataset in beheer, dan wil je die ook nog gaan ontsluiten. Rasterdata kan vaak al snel oplopen in grootte. Wat je wil is dat mensen die rasterdata ook naar binnen kunnen halen in hun eigen project. Dan wel in ArcGIS Pro of in een browser via een webviewer. Nou, dat kan traditioneel met de tilecache. Wat je dan maakt is eigenlijk van je rasterdata een set aan tegels op basis van verschillende zoomlevels. En die tilecache die kan je vervolgens delen naar het enterprise of het online portaal. De tilecache is daarmee een statische service. De tegeltjes die haal je binnen en is daarmee het ideale formaat om heel snel eigenlijk lagen toe te voegen. En daar ook specifiek voor bedoeld.
Denk bijvoorbeeld aan de basemap van de luchtfoto's, die je op deze manier heel snel naar binnen kan halen. Wil je nu dynamisch deze rasterdata aanbieden, dan volstaat de tilecache niet en heb je een image service nodig. Nou, normaal gesproken heb je daar dus met behulp van een mosaïek dataset, maak je daar een image service van. Wat je daarvoor nodig hebt is een enterprise portaal met daar ook nog de image server. Voor organisaties die echter geen enterprise portaal hebben en of geen image server, was het tot kort dus niet mogelijk om image services te gaan publiceren. Het is echter nieuw en dat zal in dit kwartaal van de releases van ArcGIS Online worden toegevoegd om ook deze dynamische image services naar ArcGIS Online te publiceren. Nou, je ziet hier rechts een kleine animatie dat je via de user interface van ArcGIS Online dat nu als een item eigenlijk kan toevoegen. Nou, iets dieper ingaan daarop, ArcGIS Image, dat kenden we al voor ArcGIS Pro en voor ArcGIS Enterprise, maar dat is dus nieuw in het stukje voor ArcGIS Online. En daarmee sluiten we echt aan op het stukje beheer, wat we normaal gesproken nog in de eigen File Geodatabase of Enterprise Geodatabase moesten doen. Dat beheer kunnen we nu ook in ArcGIS Online gaan doen. We spreken dan zeg maar over hosted imagery. En we hebben de keuze om daar tile imagery of dynamische imagery voor te kiezen. De tiled imagery is wel net iets anders dan de tile cache. Het is nog steeds een formaat van imagery waar we dynamisch mee om kunnen gaan en dus ook image processing op kunnen toepassen. En dat wil ik laten zien aan de hand van een demo. Ik wil eigenlijk met behulp van ArcGIS Image voor ArcGIS Online wil ik laten zien dat ik rasteranalyses kan uitvoeren in ArcGIS Online. We kijken hier naar mijn SRI Nederland portaal en ik ben hier in staat om via het aanmaken van een satellietbeeldenlaag een nieuwe imagery layer toe te voegen. Je ziet dat ik een keuze krijg tussen de tiled imagery layer of de dynamische imagery layer. En wat ik net al aangaf, is het alle twee in staat om het te gebruiken als input voor rasteranalyses. Het verschil bij de tiled imagery layer ten opzichte van de dynamische imagery layer is dat je bij de tiled imagery layer een eindproduct krijgt op basis van regels met betrekking tot overlappende mosaïks of overlappende rasterdatasets. Bij de dynamische imagery layer ben je zelf nog steeds in staat om deze overlap zelf te regelen en te bepalen naar welke rasterdataset, individuele rasterdataset je kijkt. Je kan vervolgens kiezen om één afbeelding of een mozaïek aan afbeeldingen toe te voegen of van alle beelden die je uploadt een individueel beeld te kiezen. Nou, als ik hier kies voor één afbeelding, dan kom ik hier in de sectie om eigenlijk naar mijn eigen folder te gaan bladeren en hiermee een dataset te uploaden. Nou, dat heb ik al gedaan. Ik heb vanuit het satellietdataportaal een superview beeld gedownload, vervolgens geüpload als een tiled imagery layer en we zien hier ook dat dit een gehoste imagery layer is. Nou, als we hier iets naar beneden gaan, dan kan ik ook iets meer onder de motorkap kijken en zien dat we hier naar een ArcGIS Online omgeving kijken van de tiled image services. Je ziet hier dat daar een bepaalde level of details wordt aangemaakt om de verschillende zoomniveaus te bedienen. De special reference, RD new en een aantal supported operations. Kijk ik hier naar de imagery layer, dit is de dynamische variant van de keuze die ik had in het begin, dan zien we hier via de REST interface dat dit iets uitgebreider is. We zien hier naast dat de level of details eigenlijk ook worden aangemaakt, zien we hier eigenlijk een aantal componenten toegevoegd met betrekking tot de mosaïek methode en ook de supported operations die zijn toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de identify om de individuele items uit de mosaïek aan te roepen. Nou, hier kijken we naar een webmap waar ik die tiled imagery layer van een moment in juli heb toegevoegd. En we kunnen hier ook zien dat dit een dynamische laag is. Ik kan hier, doordat ik vier banden heb, kan ik al vrij snel aangeven dat ik daar een andere bandcombinatie
voor wil. En we kijken op dit moment naar een color infrared in plaats van een natuurlijke color compositie. Dan plaats ik dit weer terug. En ga ik een stukje inzoomen. Dan kijken we hier naar een gebied bij Kinderdijk. Een gebied wat interessant is omdat we daar begin dit jaar nog met z'n allen hebben kunnen schaatsen. Maar het is ook interessant omdat het een Natura 2000 gebied is. En ik ben benieuwd wat daar afgelopen jaar is gebeurd met de vegetatie toen het wederom een warme zomer was. Nou, ik heb reeds de rasterdata van juli toegevoegd. En in het satellietdataportaal zag ik ook dat ik ruwe data kon downloaden. De ruwe data wordt beschikbaar gesteld in een multispectrale band in een 2x2 meter pixelresolutie. En als we hier kijken, dan zie je dat die ook wat geblokter is en wordt aangeboden als een panchromatische band, een extra band met een halve meter bij een halve meter resolutie. En je ziet dat deze qua scherpte veel duidelijker is. Nou, ik ben nu in staat om in ArcGIS Online via een rasteranalyse bepaalde analyses te gaan uitvoeren. Hier ziet u een aantal voorbeelden die kant en klaar staan, maar ik kan ook via de rasterfuncties meer geavanceerde rasteranalyses uitvoeren. En er zijn er in dit geval 153 waar ik uit kan kiezen, maar ik kan dus ook zelf combinaties maken en een zogenaamde raster function chain, een ketting aan de rasterfuncties toevoegen. Ik heb hier al één klaarstaan, de pan sharpen rasterfunctie. En wat hij hier doet is eigenlijk dat ik de panchromatische band pak. Met behulp van een convolutie pas ik eigenlijk een filter toe om iets te verscherpen. De multispectrale band, daarvan geef ik aan welke van deze banden geëxporteerd moeten worden. Met de pan sharpen combineer ik eigenlijk om een soort fusie te maken tussen deze twee beelden met een hogere resolutie. En vervolgens pas ik nog een stretch toe om de 11 bit eigenlijk uit te rekken naar een 8 bit van 0 tot 255. Dit heb ik al uitgevoerd en je ziet hier dat dit het resultaat is van zo'n panchromatische toevoeging aan de multispectrale band. Nou, ga ik weer terug naar het gebied in kwestie. Ik heb hier ook een foto toegevoegd van september. En waar ik nu nieuwsgierig naar ben is wat er is gebeurd met de vegetatie tussen deze twee momenten. Nou, wederom ben ik in staat om via de analyseknop een rasteranalyse uit te voeren en via beeld analyseren kan ik een vegetatiecontrole uitvoeren. Ik kan aangeven wat mijn near-infraredband is en ik kan aangeven wat mijn rode band is. En als ik dat doe, kan ik dus aangeven om de analyse uit te voeren. Het resultaat wordt opgeslagen als een aparte laag in mijn content. En ik heb dat al gedaan voor juli. Daar kijken we nu naar. En ik heb dat ook gedaan voor september. Wanneer ik naar deze twee plaatjes kijk, wordt het al vrij lastig om nu te bepalen wat er is gebeurd. Kijk ik nog ietsje verder naar de legenda, dan zie ik ook dat de min- en de maxwaarden van een andere orde zijn. Dus de kleur kan ik eigenlijk niet echt met elkaar combineren. Dus ik moet het over een andere boeg gooien. Ik ga namelijk nog een stukje toevoegen. Wat ik eerst wil doen is van alle begroeide terreindelen wil ik eigenlijk de vegetatieindex die ik heb bepaald wil ik gaan klippen. Op dit moment heb ik dus hier in juli mijn resultaten klaarstaan. En je ziet hier al wat patronen ontstaan. En mijn clip van mijn vegetatieindex in september. Vervolgens kan ik weer via analyse kan ik deze twee van elkaar eigenlijk gaan aftrekken en daardoor bepalen wat nu het verschil is tussen de daadwerkelijke pixels. Ik trek hier september af van juli en alles wat boven nul is, was dus in september van een hogere indexering dan in juli. Ook dit heb ik al uitgevoerd. En het resultaat is dat we hier naar kijken. En je ziet hier in de legenda dat we hier te maken hebben met eigenlijk voornamelijk gebieden waarin we daling met betrekking tot de vegetatieindex kunnen waarnemen. En vooral dit gebied valt op. En als we hier iets verder in inzoomen, dan kunnen we ook zien
dat als ik het beeld van september er weer bij haal, dat er hier inderdaad behoorlijk wat is veranderd ten opzichte van het beeld in juli. Nou, dit daagt mij uit om verder te gaan onderzoeken wat hier precies is gebeurd, of dit te maken heeft gehad met regulier onderhoud, maaiwerkzaamheden of misschien iets anders. We zijn immers in een Natura 2000 gebied. Dus dit prikkelde mij om op deze manier naar de rasterdata te kijken en eventueel verdere analyses nog uit te voeren. Nou, tot zover, Willem-Jan. Ja, dankjewel Egbert. Mooi om te zien dat er al zoveel kan met ArcGIS Image en dat allemaal in ArcGIS Online. Egbert heeft ons nu vooral meegenomen met die bovenste kant, de Mosaic dataset. Nu dus voor het eerst ook in ArcGIS Online. Ik ga u nu verder meenemen met Oriented Imagery en te beginnen met drone mapping. Als we kijken naar drone mapping, dan zien we dat beelden die ingewonnen met een drone, dat we die kunnen verwerken naar de producten die u aan de rechterkant ziet. Dus daar kan één orthomozaïek van gemaakt worden, zodat er één beeld ontstaat van alle verschillende foto's uit de drone. Maar die overlap tussen die verschillende foto's, die kan ook gebruikt worden om een hoogtemodel te maken, die vaak gedetailleerder ook is dan bijvoorbeeld het actueel hoogtebestand Nederland. Nou, omdat we ook dus daarmee in 3D al kunnen werken, wordt er ook een puntenwolk gegenereerd. Waar ook weer vervolgens analyses op gedaan zouden kunnen worden. Maar de puntenwolk kan ook dichtgerekend worden naar een 3D mesh voor visuele doeleinden. Nou, waarmee doen we dat dan? We hebben daar twee hoofdproducten voor. Dat heet ArcGIS Drone to Map en Sidescan for ArcGIS. En het belangrijkste verschil tussen die twee is dat ArcGIS Drone to Map een product is wat je installeert op je computer, een lokale installatie, en dat Sidescan for ArcGIS een cloud product is, waarbij we dat hele verwerken dus in de cloud gebeurt. Hoe worden die beelden ingewonnen? Voor ArcGIS Drone to Map en Sidescan for ArcGIS maakt het eigenlijk niet zoveel uit, maar er is een Sidescan vlucht app voor een Sidescan Flight for ArcGIS app voor de iPad, waarmee het mogelijk is om een vluchtpad uit te zetten en die beelden vervolgens te gaan verwerken. En zeker als je dat in Sidescan gaat doen, dan is dat een handige app, omdat die naadloos met elkaar samenwerken. Nou, op het moment dat we die producten hebben die aan de rechterkant staan, kunnen die ook vervolgens weer gedeeld worden in ArcGIS Online of uw ArcGIS Enterprise portaal. Dan wil ik even naar Oriented Imagery kijken. Met Oriented Imagery kunnen we een veelvoud aan allerlei verschillende beelden gebruiken, waarbij de key eigenlijk is dat je op de kaart kunt klikken en daarbij ten eerste de beste foto krijgt die daar in de buurt is, maar ook in die foto ziet waar je hebt geklikt op de kaart, maar dan in die foto. Nou, daarvan wil ik ook wat zaken laten zien. Te beginnen bij drone mapping met Sidescan for ArcGIS. Nou, we zien hier een gebied wat is ingewonnen door de GasUnie bij een station. In Sidescan for ArcGIS, dus dat betekent dat we hier ook 3D producten hebben. Dus ik heb hier bijvoorbeeld ook een point cloud van dit gebied wat hier ook van gegenereerd is. Maar in dit geval zijn we eigenlijk vooral geïnspecteerd of geïnteresseerd in een inspectie. Dus ik ga hier naar de 2D view en ik kan hier gaan bekijken hoe mijn assets eruit zien. Nou, de oorspronkelijke foto's die zijn gemaakt, die heb ik ook nog tot mijn beschikking. En die kan ik hier ook aanklikken om daar meer informatie over op te halen. Omdat deze beelden echter laag obliek zijn ingewonnen, is het soms niet heel handig om hier op een foto te moeten klikken en het bijbehorende asset op te zoeken. Daarom is er ook een foto inspect tool in Sidescan for ArcGIS. En hierbij kan ik op een asset in de kaart klikken, waarbij de foto's worden opgezocht waarop die asset zichtbaar is. Dus ik kan deze bijvoorbeeld ook groter maken en dan wordt hier duidelijk waar ik ongeveer heb geklikt. En kan ik deze asset op deze manier inspecteren. En niet met één foto, maar met een heleboel foto's, ook uit verschillende hoeken. Nou, dit lijkt al een beetje op Oriented Imagery. Dus je zou kunnen zeggen dat deze foto inspect tool in Sidescan for ArcGIS de brug is tussen drone mapping en oriented imagery. En als we eens kijken naar een ander
voorbeeld met oriented imagery. Dan heb ik daar hier een voorbeeld van. Ik kan hier in de kaart klikken in een online viewer. En dit zijn beelden van, die we hebben gekregen van Horus. En zoals u ziet kan ik hier in de kaart bewegen en zien we in de coverage, in het rode driehoek, wat we op dit moment zien. We zien ook waar ik heb geklikt met het rode kruisje, zien we ook terug in de foto. En ik kan ook bijvoorbeeld ook zoomen in deze foto en dat heeft direct invloed op het gebied wat we daar, daar zien. Ook kan ik hier inspecties doen, zoals of een korte inspectie eigenlijk, door hier nog extra in de foto te klikken, waardoor een groen bolletje ontstaat en die we ook hier op de kaart weer weergegeven zien worden. En ook andersom kan ik dat doen door juist in de kaart te klikken. Nou, wellicht heeft u inmiddels al enkele voorbeelden hiervan gezien en denkt u van, ja, maar hoe doe ik dat nou zelf? Nou, daar wil ik wat van laten zien ook. Nou, dit is een 360 foto van Horus die we hier onder andere in gebruikt hebben. Wat ten eerste belangrijk is, is dat deze foto's web accessible zijn. Dus dat betekent dat u ze ergens moet neerzetten waar ze over het web toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld Azure of AWS. Vervolgens hebben we de metadata van deze foto's nodig. Nou, die krijg je er over het algemeen bij, of als je die inwint, dan krijg je die op dat moment erbij. Dus dit zijn bijvoorbeeld de X, Y en Z, maar ook allerlei camera posities, zoals de heading, pitch en roll. Wat vervolgens benodigd is, is een aantal tools in ArcGIS Pro met betrekking tot oriented imagery. Deze zijn te downloaden uit ArcGIS Online. En met deze tools kun je ervoor zorgen dat je, dat je die viewer daar uiteindelijk krijgt. Daarnaast is het ook nog wel handig om de Oriented Imagery Add-in voor ArcGIS Pro ook te installeren, zodat je in ArcGIS Pro ook direct het resultaat kunt zien. Nou, ik heb dit allemaal al gedaan, zoals u wel begrijpt. En we kijken hier naar, naar ArcGIS Pro. En aan de rechterkant ziet u die toolbox die u uit ArcGIS Online kunt downloaden, met een aantal scripts hierin die we kunnen gaan gebruiken voor onze Oriented Imagery. Nou, de eerste stap hiervoor is het maken van een Oriented Imagery Catalog. Want deze catalog die gaat namelijk bepalen, die gaat eigenlijk alle foto's in een catalogus zetten, zodat die gebruikt kunnen worden straks in die viewer. Nou, zodra deze is gemaakt, kan ik ook de foto's gaan toevoegen. Ik kan de Oriented Imagery Catalog kiezen. Ik kan het input type kiezen. Dat is in dit geval een frametable. En ik kan de CSV kiezen met de gegevens die we zojuist ook zagen in Excel. Nou, ik kan ook het imagery type kiezen. U ziet al van, ik heb hier heel veel opties om imagery te kiezen. Nou, dat klopt ook. Er zijn heel veel opties in Oriented Imagery. In dit geval is het een Terrestrial 360 video. En ik kan deze aanzetten, zodat de beelden worden toegevoegd aan de catalog. Nou, we zien hier nu dat de positie van de foto's ook is weergegeven. Nou, de volgende stap is dat we de coverage features gaan maken. Dus dat betekent dat we dat rode vlak wat we zojuist in die viewer zagen, dat we die hiermee kunnen berekenen. Dat we ook een coverage map kunnen maken, waarbij we die eigenlijk allemaal samen maken. Dus één grote coverage map met alle de coverage, dus de dekking van alle foto's. Nou, ik heb dat alvast gedaan vooraf. En we zien hier de coverage map van de Horus-beelden die we hebben. Dus we zien nu niet alleen meer de punten van waar de foto's zijn gemaakt, maar ook het gebied wat beslagen wordt door die foto's. Dus ook dat is daarmee ook het gebied waar ik in kan klikken. Nou, omdat ik de add-in ook heb geïnstalleerd,
heb ik hier een extra tab gekregen, Oriented Imagery. En kan ik mijn Oriented Imagery Catalog hier alvast testen door op de kaart te klikken. En op deze manier kan ik zien of dit naar behoren werkt en of dit goed werkt. Dus ik kan ook alvast even die extra klik doen om te kijken of die ook op de goede plek in de kaart terechtkomt. Nou, als laatste is dan nog dat we deze willen publiceren naar een ArcGIS Online of ArcGIS Enterprise portaal, waarna we die viewer kunnen gebruiken die we zojuist gezien hebben. Nou, als laatste wil ik nog een voorbeeld geven van een video, wat ook mogelijk is. En in dit geval gebruik ik daarvoor full motion video. We zien hier een beeld dat is gemaakt door een drone. Aan de linkerkant zien we die in de kaart. Met het bolletje is de locatie van de drone. En de rode omlijning is het gebied wat we aan de rechterkant zien in het videoframe. Nou, op het moment dat we die gaan afspelen, dan gaat die rode omlijning dus ook veranderen. Op het moment dat die ook verandert in de video. Dus ik start de video aan de rechterkant. En ook in deze video heb ik nog meer opties. Zo zien we hier bijvoorbeeld een dronepiloot naast de auto die hier rijdt. Ik kan een herkenningspunt zetten bij die dronepiloot, zodat die ook op de kaart zichtbaar wordt. En hij blijft ook zichtbaar in die video. Nou, deze video gaat nog een tijdje door, maar ik spoel hem iets door, zodat we weer ongeveer terugkomen weer bij de dronepiloot. En wat ook mogelijk is, is dat we extra lagen gaan aanzetten in de kaart. En in dit geval heb ik een laag met bomen hier in de kaart. En we zien dat die bomen dan ook worden weergegeven in de video. Nou, hoe accuraat dit allemaal is, is helemaal afhankelijk van hoe accuraat je inbindingsvehicle is. Dus in dit geval was dat een drone zonder RTK of PPK. Dus dat betekent dat de nauwkeurigheid hier niet heel goed is. Maar je ziet al dat dit zeker wel mogelijk is om lagen hier toe te voegen in de kaart en daarmee ook in de video. Nou, tot zover dit stukje over drone mapping, oriented imagery en een beetje full motion video. Dan wil ik hem graag weer overgeven aan Egbert. Ja, Willem-Jan, dankjewel. Nou, super gaaf om te zien, Willem-Jan, hoe je eigenlijk van alle soorten en maten rasterdata en imagery hebt gedemonstreerd wat we er allemaal mee kunnen in het ArcGIS als een platform. Willem-Jan heeft laten zien dat we inderdaad met behulp van drone data een puntenwolk kunnen genereren. Maar niet alleen dat, ook de videobeelden kunnen we toevoegen aan ArcGIS Pro. Oriented imagery, foto's gemaakt 360 op het dak van een auto, kunnen we visualiseren. Ik heb in mijn demo laten zien hoe we met multispectraal en een panchromatische band aan de slag kunnen gaan. RGB data, maar dit alles in het nieuwe ArcGIS image voor ArcGIS Online. Nou, we hopen dat we hiermee een inspirerend verhaal hebben mogen vertellen aan jullie. Wil je nu zelf aan de slag gaan met imagery? Dan verwijs ik jullie naar de imagery workflows, wat Willem-Jan al even heeft laten zien. Maak gerust contact met ons. Nou, heb je nog vragen? We zijn bereid deze natuurlijk altijd te beantwoorden. En we wensen jullie nog een hele fijne voortzetting van deze GIS-tech. Dank u wel.